Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij het postkantoor van Wally de Walnoot. In de vorige video hebben we deze prachtige map hier gebouwd. Hey, ik zie mijn huis van hier. Wat leuk, ik zie mijn huis. En niet alleen de map, maar het postkantoor zelf hebben we ook gebouwd. Het enige probleem is dat de sporen nergens heen gaan. Ja, dat is dus iets wat we direct op gaan lossen. En aangezien dit het postvakje van Char is en Char woont bij dat groene huisje daar, gaan we beginnen met haar spoor. Ik heb er zin in. Ik heb hier een aantal rails, power drills, redstone toortjes en andere blokken. En in deze kist hier heb ik al mijn andere spulletjes voorbereid, oftewel de minecarts. Tonk, 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 tonk. En aangezien hieronder mijn redstone systeem zit, betekent het dat we niet echt hier direct naar beneden kunnen. Dat is heel irritant dat het blokje nu daar ligt. Dus we gaan eerst zorgen dat de minecart hier naar buiten gaat. En dan wil ik hem hier rechtstreeks naar beneden laten vallen. Mooi glaslaagje omheen, zoals dit. Ja, dit gaat er wel modern, maar ook industrieel uitzien. Dat is een mooie combinatie voor deze video. Gaan we heel eng rechtstreeks naar beneden hakken. En dan gaan we nu gewoon simpel een spoor bouwen naar Char. En dat kan wel even duren. Zo, dan komen we hierboven. Bovenuit, dat is een perfecte plek om het te doen. Zorgen we dat het spoor hier uitkomt. En dan mag Char zelf kiezen wat ze ermee doet. Ze mag het dan verplaatsen, weet ik wat allemaal. Ik heb dan in ieder geval mijn gedeelte gedaan. Yeah! Oké, we gaan het testen, jongens. We gaan het testen. Ik ben heel benieuwd. Komt-ie. Ik ga hem hier erin stoppen. Dan gaat de bel af. Dat betekent dat hij onderweg is. Hij doet het niet. Oké, daar gaan we, jongens. Dat ziet er nu even niet uit, maar het is even voor de test. Even voor de test. Daar gaat hij. Hij wordt afgevuurd. Dan valt hij naar beneden. Komt-ie. Ja, daar is hij. Ik bedoel, ik wist precies dat dit ging werken. Dit was allemaal volgens plan. We gaan hem terugsturen. Daar komt hij. Daar gaat hij. Oh, wacht. Minecarts kunnen natuurlijk helemaal niet vliegen. Ik weet niet hoe ik van plan was om deze minecart naar boven te brengen. Maar dit werkt in ieder geval niet. Goed, hier hebben we het niet meer over. Oké, poging 2. We stoppen hem hier op en dan gaan we gelijk die kant op rennen. Daar is hij. Nee, hij heeft niet genoeg. Nee. Potverdikkie, nu moet hij helemaal opnieuw. Poging nummer 544. Nu moet hij wel. Ja, daar ging hij. Ik hoor het. We hebben beet. De bel gaat. Dat betekent maar één ding. We hebben post. Hij is wel leeg. Wat een succesvol avontuur weer. Wacht eens even. Oh, nee. Nee. Ik moet dit nog 8 keer doen bij verschillende mensen. Hij ging nu van dit huis naar dat huis. Maar hij moet ook bijvoorbeeld van dit huis helemaal naar die bomen daar. Oh, dit gaat echt nog veel werk worden. Maar gelukkig zijn wij super snel in het bouwen van dit soort dingen. En kan je zien dat we al een heel eind zijn. Ik heb aan alle kanten nu al de buizen gemaakt die naar buiten lopen. Het enige is, zoals je kan zien, gaan ze nog nergens heen. Maar gelukkig, zodra een explosie in het schijn komt, is het ineens allemaal geregeld gewoon. Oké, nu de echte explosie. Jeetje, wat een mooie explosie was dat. Het is officieel af, jongens, en het is geweldig. Char, Joris, meneer KB, Rick, Flor en René, Ricky, Justin, Zeezombo en Harlow. Ze hebben officieel allemaal een treinspoor. En om het te laten zien aan jullie, gooien we nu wat versturen naar Ricky en dan zetten we ons naar Justin erachteraan. Het is geweldig, jongens. Dit is echt geweldig. Daar gaan we. Wat een pro... Kijk, daar gaat de post. Daar gaat de post. Dag, post van Ricky. Het is echt een mega spoorweg. Gaan we hier even over het water heen. En dan komen wij bijvoorbeeld helemaal aan bij Justin. Nou. Hier, ik ga wel de route terugnemen. Daar ga ik. Het is spannend. Oké, dan pakken we nu alle minecarts met chesten. Dan zet ik er bij iedereen zet ik er eentje neer. Oh mijn god. Alle toeters en bellen gaan af omdat al die minecarts overal staan. Oké, ik heb het nu zo gemaakt dat ze volgens mij allemaal op dezelfde toonhoogte afspelen. En het is echt heel irritant. En dan is het nu tijd voor mijn facecam. Jeetje jongens, daar zijn we gewoon met facecam. De manier waarop ik dit moest bouwen was gewoon zo onhandig om met facecam te doen. Omdat er telkens tussen elk shot er zat waarschijnlijk wel minimaal 1 of 2 uur. Omdat er telkens zoveel gedaan werd. Dus vandaar dat mijn facecam nu pas aangaat. Hé, maar jullie hebben het vast toch niet gemist. Want ik zie er zo lelijk uit. Goed, ik wil even wat boek en quills gaan maken. En ik heb 19 boekjes inmiddels. Maar dan heb ik wat kippen nodig, want ik heb veren nodig. En ik zie dat mijn buurvrouwen hier met z'n twee heel veel kippen hebben. Rick. Jezus Christus. Hoezo? Ik schrik me dood, sorry. Weet je waar René is? Ja. Waar? Even kijken, die kant op. Is ze ver? Ja. Denk je dat ik wat kippen van hem mag slachten? Ik denk het niet, dus ik zou het doen. Oké, dankjewel. Gaan we jullie eerst laten broeien allemaal. Kom maar hier, jongens. Het is een feest van... Waarom ben je zo aan het springen? Wat een liefde hier ineens in deze kooi. En nu is het tijd voor moord. Kippenmoord. Ik heb 9 veren nodig, jongens. Meer niet. Oh, nee. Nog eentje. Zo, opgelost. Dan moeten we nog 9 inktzakjes hebben. Dus kom maar hier, meneer de squid. Bonk. Dat is 1.
Dat is 2. Ik weet niet wat er met dit water aan de hand is, jongens. Maar er spawnen zoveel vissen en inktvissen hierin. Voor mijn build daarboven heb ik natuurlijk best wel veel grey concrete moeten gebruiken. En ik heb nog nooit een probleem gevonden met squid zoeken. Ze blijven maar gewoon spawnen. Kijk, het zijn hier weer 3. Het is echt ideaal. En daar ben ik net geweest en daar zijn nu ook alweer squids. Het is gewoon perfect allemaal hier. Ik heb er 9. Perfect. Dan kunnen wij 9 boeken quills maken. Hoezo, wat doe je hier? Ik zie je zo wild heen en weer. Ik ben zwemmen. Inktvissen aan het vermoorden. Ja. En eieren op jouw hoofd aan het gooien. Oh. Hier. Ze zijn Arnold en Barnold. Arnold en Barnold. Geniet ervan. Bedankt. Ik kom morgen kijken of ze nog leven. Oké. Okay. Hier heb je zaadjes om ze onder controle te houden. Oké. Okay. Doei. Shit. Oké, doei. Goed, dan lopen wij even... Oh mijn god, wat is dat trouwens? Is dat een huis op stelten? Zoals jullie kunnen zien, jongens, is onze zeezombo druk bezig geweest... en heeft hij een huis op stelten gebouwd. Ik vind het een origineel concept. Oh ja, en ik liep er net trouwens langs, maar dat komt omdat ik het al gezien had. Maar Rick heeft ook een huis gebouwd, jongens. Maar als je dat wil zien, moet je maar gewoon de video van Rick kijken. Oh ja, en er is ook nog een nieuwe winkel hier, de hoed van KB. En volgens mij verkopen ze gouden wortels. Maar dan gaan we zo meteen maar even kijken. Eerst lopen we even veilig mijn huisje in. Dan gaan we even een boekje schrijven. Het boekje is klaar en hij is echt geweldig. Beste contentvener, het Walnut-postkantoor is officieel geopend en staat klaar voor iedereen. Voor een eenmalige betaling van maar 10 diamonds zal dit postkantoor altijd voor jou klaarstaan. Hoe het werkt? Wil jij nou een volle kist met blokken naar iemand sturen of gewoon een leuke brief? Stuur die dan vanaf jouw basis op naar het postkantoor met een postzegel voor de ontvanger. Op het postkantoor zal ons team, oftewel ik in mijn eentje, jullie pakketjes zorgvuldig behandelen en doorsturen naar het juiste adres. Voorbeeld, een minecart met de kist gevuld met ijzer, een leuke brief voor de ontvanger. En de postzegel zou dan zijn van Harlow aan Joris. Dan kan ik zien dat het van Harlow aan Joris is. Ben jij ook net zo enthousiast als ik? Natuurlijk! Door 10 diamonds terug te sturen in deze kist zal ik de betaling verwerken en ontvang je 30 postzegels om aan de slag te gaan. Met vriendelijke groet, jouw nieuwe postbode, Walnut. Dan signen we hem. Het postkantoor. We noemen het gewoon het postkantoor. Dan signen we hem. En als het goed is, kan ik die via een Nee, moet dat via mijn inventory gewoon? Oh, joh, hier, kijk, het postkantoor. Dan kunnen we hem kopiëren. Oké, dan wil ik nog 1 boek en quill maken. Want dan kan ik in totaal... De originele wil ik houden en dan wil ik de kopietjes alleen maar eruit sturen. Dan rennen we even snel naar het postkantoor. En ik hoor hem al vanaf hier. En dat is niet goed. Dat is echt niet goed. Oh mijn god, alle toeters en bellen gaan nog steeds af. Voor Harlow, voor Zeezombo, voor Justin, voor Ricky, voor Flor en René, voor Rick, voor meneer KB, voor Joris. En tot slot voor Char. Versturen, 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 versturen. En tot slot Harlow, versturen. Oh, rust. Oké, nu wil ik gelijk kijken of ze allemaal aan zijn gekomen. We gaan een rondje doen. Even een testrondje. Oké, zo te zien is die van Char gelijk aangekomen. En jongens, ze mogen zelf het postpunt ook verplaatsen van locatie. Het ziet er nu natuurlijk niet uit waar ik het bij iedereen gedaan heb. Maar ze mogen zelf die aansluiting gewoon verplaatsen. Ik heb het voor nu gewoon even simpel gedaan. Al weet ik toevallig dat Joris hem wel al mooi heeft gedaan. Ja, bij Joris is die ook aangekomen. Ziet er goed uit. Met brieven en al. Nou, dat vind ik zo leuk. Bij Harlow is die aangekomen. Bij Zeezombo is die aangekomen. Bij Ricky is die echt midden in zijn farm is die aangekomen. Bij Justin is die aangekomen. Rick? Ja? Je post! Ik ga zo kijken. Nu! Nee, kan nu niet. Nu! Nee. Nee, oké, hoef niet nu te kijken. Kom even kijken of de post is binnengekomen, meer niet. Oké. Okay. Ja, je post, Rick. Kijken we even in de vuurtoren bij... Jeetje, wat een honden! Oh, je hebt natuurlijk die nieuwe honden nu in Minecraft zitten. Yo, kijk dit dan! Allemaal verschillende gekleurde honden, wat vet! Hallo hondjes, wat gezellig. Ik wil ook honden. Hij is aangekomen in de vuurtoren. En tot slot is hij aangekomen bij meneer KB, is de grote vraag. Hij is aangekomen bij meneer KB. Kijk dit nou jongens, dit meneer Varkie je post. En dan vraag je je vast af, hoe zien die spoorwegen er wel niet uit ondergronds? Nou, ze gaan natuurlijk allemaal van het postkantoor helemaal naar alle basissen toe. Maar laten we die van Justin even pakken als voorbeeld. Ik heb toevallig een minecart bij me, toevallig aangedacht. Als we die even hier neerzetten... En dan gaan we hem gewoon nemen. Dan kan je zien hoe die spoorwegen gaan. Je gaat gewoon onder de grond, zoals hier. Gaan we ineens heel snel. Nu gaan we in de versnelling. En vanaf hier is het gewoon letterlijk 1 lange route. Tot we aankomen bij het postkantoor. En dan denk je, oké, saai. Maar ik heb er op zich een beetje aan gedacht om het leuk te doen. Dan komen we nu bij. Hier ga je onder een ander spoor door. Zijn we ineens naast het spoor van Ricky. Gaan we er nog een keer onderdoor. Zijn we in één keer 3 sporen naast elkaar. En dan komen we hier bij een ander punt. Zijn er ineens 4 sporen naast. Ik vind het zo leuk, jongens. Ik heb echt mijn best gedaan met die sporenbouw om het zo leuk mogelijk te doen. Het heeft best wel lang geduurd om het te doen. Oh, we gaan nu trouwens splitsen.
richting. Doe je andere sporen. Gaan we hier omhoog en hier omhoog. En als het goed is, komen we nu gewoon uit in het... Ja, kijk, daar zijn we al. En het leukste pakketje van allemaal is gearriveerd. Ik. Die vier sporen die je net zag waren Rick, Flora, René, Ricky en Justin. Dat zijn die vier sporen naast elkaar. Zeesom en Harlow en die van Joris lopen ook naast elkaar. Die van meneer KB en Char zijn de enige die helemaal los van alle anderen staan. Maar dat komt omdat die vrijwel naast mij zitten. Dus die kon ik gewoon direct daarheen brengen natuurlijk. Maar ik ben wel echt trots op mezelf voor dit systeem. Het werkt echt goed. Ja, en dan nu is het wachten tot er daadwerkelijk post is. Ik ben heel benieuwd. Oh, Rick, zijn huis staat nog niet op de kaart, jongens. Moeten we even een beetje die kant op lopen tot zijn huis erop komt? Ja, kijk. Hoppakee. Zo, Rick's huis staat nu ook op de kaart. Dit is mijn kist waar ik de minecarts in doe. En dan ga ik ook het postkantoorboekje schakelen in doen. Postzegels moet ik nog even regelen. Maar ik denk toch niet dat iemand deze aflevering al 10 diamonds terug gaat sturen naar me. We zijn pas in aflevering 4 van Condit Veen seizoen 4. En er is al zoveel gebouwd overal. En ik vind het zo leuk dat we zo dicht op elkaar wonen met z'n allen. Overigens, al deze groene huizen die je hier ziet zijn van Char. En Char is echt heel erg aan het grinden. Dus als je dit ziet, Char. Mag ik alsjeblieft wat diamonds van je? Ik ben arm. En over diamonds gesproken, we hebben hier een winkeltje van Char. En dat is de missiewinkel. Pis 6 lilypads op, dan krijg je 3 diamonds. Verzamel 3 stack calcite, 1 diamond. Verzamel 3 stack birchleaf en de prijs is 1 diamond. Laten we even kijken of hier een leuke missie tussen zit. Zodat we even wat diamonds kunnen verdienen. Verzamel 2 stack zand en dan krijg je 1 diamond voor. Wacht eens even. Welke is dat? Hier. 2 stack zand is 1 diamond. En ik heb best wel een snelle schep. Als we die even gaan repareren en gewoon even... Jongens, dit gaan we doen. Ik heb een manier om heel veel diamonds ineens te verdienen. Maar daarvoor moet ik wel even wat diamonds investeren eerst. En ik heb nog 2 diamonds. Oh mijn god. Maken we een nieuwe schep. Repareren we even mijn oude schep. En dan gaan we snel naar de woestijn om heel veel zand te hakken. Ik heb er zin in. Woehoe. Goed, we zijn in de woestijn. Dan lopen we even naar het plekje daar bovenop. Ik denk dat daar namelijk nog het meeste zand is. Ik ben hier inmiddels ook al heel vaak geweest voor mijn concrete. Daar heb je natuurlijk zand en gravel nodig. Maar met deze nieuwe schep, jongens, is het makkelijk als je zand hakt. Dat gaat zo ongelooflijk snel. En per 2 stack zand krijg ik 1 diamond van Char. Dat is de missie die ik moet doen. En dat is oprecht zo gedaan. Ik heb letterlijk nu al gewoon bijna 2 stack. Dus we gaan gewoon even simpel alles hier een beetje hakken. En dan zie ik jullie zo meteen terug. En als het goed is, hebben we dan heel veel stack zand. En kunnen we daar heel veel diamonds claimen. Oké, jongens, ik dacht ik ben hier op zich wel even een kwartiertje bezig. Maar we zijn legit denk ik nog geen 5 minuten verder. En mijn hele inventory zit vol met zand. En ik heb echt nog zoveel blokken over. Ik heb natuurlijk Unbreaking 3 erop. Dus ik had niet verwacht dat mijn exit zo makkelijk vol ging houden. Maar we zitten vol. Ik heb nog niet geteld. Dus ik ben benieuwd hoeveel diamonds we hiervan krijgen. Maar voor de mensen die dit nu kunnen berekenen, laat even in de reacties weten. Als jij nu al weet hoeveel diamonds ik hiervoor ga krijgen. En dan ben ik benieuwd hoeveel te goed hadden. En als je nou toch daar beneden in de reacties bezig bent, like even de video. Kleine moeite. Terug naar huis. Goed, we zijn er weer. Even kijken. Jongens, we gaan het zien. 2 stacks. Nog een keer 2 stacks. Nog een keer 2 stacks. Nog een keer 2 stacks. En dan nog een keer 2 stacks. Nog eens 2 stacks. Oh god, ik denk dat ik echt gewoon die hele inventory, die kist hier op ga maken. Oh mijn god, jongens. Oh mijn god. Weet je wat, als bonus vul ik hem gewoon. Ik vul hem gewoon helemaal, de kist. Gewoon, dan weet ik zeker dat het goed zit. Ik heb hem helemaal gevuld. En we hebben in totaal 12 diamonds. Voor echt de kleinste moeite. Als je het goed had trouwens, dan goed voor jou dat je het goed had in de reacties. We hebben ook zelfs nog over. En we hebben 12 diamonds. Ik ga ze gelijk uitgeven. Wat kunnen we hier uitgeven? Wat wordt er verkocht? Leer? Nou, leer heb ik al gekocht. Ja, deze heb ik nodig. Precies. Ja, dat is goed. Dat is een goeie. Die heb ik nodig. Kool heb ik niet zozeer nodig. En ijzer, nou ja, ook op het moment niet. Maar Max, waarom heb je dan 16 glow insects nodig? Ik snap het niet. Hele goede vraag natuurlijk. Dat is natuurlijk zodat we deze prachtige naampjes hier allemaal even kunnen laten opgloeien. Dat is zoveel beter. Nu moet ze ook kleur hebben. En ik weet de perfecte kleur op de blauwe bloemenberg. Hebben wij natuurlijk de kleur nodig. Geel. Nee, grapje. Ik bedoel natuurlijk blauw, jongens. Oeh, dit is wel... Nee, dat vind ik niet mooi. Ik heb een idee. We hebben even witte dye nodig. Mixen we die tot wij light blue dye krijgen. Lopen we heel snel terug naar het postkantoor. En dan proberen we het opnieuw. Oh, dat is zoveel... Ja, dit is perfect, jongens. Dit is een hele subtiele kleur om erop te hebben, natuurlijk. Oh, dit is perfect. Dat is veel beter dan dat het gewoon zo kleurloos was. En als mensen een andere kleur willen, kunnen ze dat natuurlijk zelf doen. Ik bedoel, ik heb het nu gewoon even simpel zoals dit gedaan. Ik zal de kleur hier ook toevoegen. Hoppakee. En dan nu mijn andere diamonds uitgeven. De nieuwe winkel van meneer KB. En ik gok dat hij gouden wortels verkoopt. Maar we gaan er maar even achter komen. Lopen we de ladder omhoog? Of klimmen we de ladder omhoog? Gouden wortelshop, natuurlijk. Misschien komt het ook omdat ik eigenlijk stiekem al buiten mijn opname had gekeken. Maar ik deed even alsof ik het goed gokte. Dan leek ik een beetje cool. Weet je wat? Ik wil gouden worteltjes hebben. Ik vind het interieur prachtig met allemaal mooie foto's van meneer Varken. Even kijken. Ik ga gewoon 2 of 1 hele stack gaan kopen hier. En het eerste wat ik ermee ga doen is natuurlijk een worteltje geven aan meneer...
Oh, dat werkt niet. Hallo? Dat kan niet. Wil je geen gouden wortel? Meneer Varken, wil je geen gouden wortel? Hij wil geen... Stik hem maar in. Springen we hier nog even naar beneden. Klimmen we nog even dit kleine minuscuul bootje op. Kopen we nog even 2 of 1 complete stack koekmutten. Hallo? Hi. Hey, wacht even. Wat voor winkel is dit? Dit wordt mijn tijdelijke houtwinkel. De grotere boot. Oeh, het is niet groot. Ja, het was de grotere boot van die boot. Oh ja, hij is wel groter dan die boot inderdaad, ja. Ja, ja, nu is er een grotere boot. Nu is er een nog grotere boot inderdaad. Hey, heb je mijn post ontvangen? Ik heb hem net gelezen en ik wou gelijk even er met je over praten als het kan. Ja, natuurlijk, dat kan. Ja, kom, treed binnen in mijn bijna klare houtzagerij. Hij is van buiten klaar, maar van binnen niet zo te zien. Ja, nou, hey, kom lekker zitten. Hoe is het zitten. Met... Waar is... Waar is Harzold? Ja, dat is het dus. Dat heb ik ook nog niet verteld. Ja, je hebt mij natuurlijk deze kippen gegeven. Ja. Je had 2 kippen gegeven. Harzold en Barzold. Of ja, Narzold, Knarzold. Eentje is eigenlijk gelijk verdronken. Nee! Hoe kan dat nou? Ja, ja, ik was rustig aan bouwen en jij gooide dus die eieren naar me toe. En ik moest in 1 keer uit het niets. Oh, dat vind ik echt heel snel. Dus ik heb Harzold... Misschien komt er een nieuwe. Komt er een nieuwe? Nee. Nee. Dus ik heb Harzold in een boot gezet en Harzold is helaas... Zo heten ze niet. Ik weet hoe ze heten. De ene is er in ieder geval niet meer bij ons. Maar Rick, jij wilde meer. Wat is er? Ja, ik moest even nadenken. Ik heb net jouw prachtige post gekregen. Ja? Ik vind het fantastisch. Mooie post, hè? Ja. Ik vind het ook heel duur. Voor eenmalig, hè? Eenmalig maar. Als je gewoon een halve stack eten wil, betaal je al 1 diamond. En dan stel je wil gewoon 5 stack eten, is al 10 diamonds. Het is eenmalig maar. Ja, dat ben ik met je eens. Weet je, dat alleen, is goedkoop. Kijk, ik vind je een aardig knul. Ja? Dat meen ik oprecht. Maar ik vertrouw je niet. Hoezo? Wil je testen? Nee. Het is helemaal veilig. Het is allemaal goed. Ik zal hem zo wel even persoonlijk testen. Dan, ik wil eigenlijk ook wel een kleine rondleiding even door de postkantoor. Als dat, ja, als dat voor kan. Jou kan. Ja, okay. Natuurlijk. Maar ja, kijk, zoals ik al zei, je bent een hele aardige gast. Maar ik vertrouw gewoon niet zo goed dat als ik post bijvoorbeeld naar Harden stuur, dat jij niet even een stekje eruit pakt. Dat ik je post ga stelen of zo. Dus ben ik wil dat eigenlijk even op contract hebben dat jij zegt. Nee, maar ik okay, zal prima. Nooit stelen. Kom maar, dan doen we dat even in het postkantoor. Ja, is goed. Nou, welkom. Bedankt, dankjewel. Ben je er al eens geweest? Nee, ik ben hier nog geen keer geweest. Je hebt een mooi uitzicht hoor, vanaf hier. Als je gewoon een beetje zo kijkt. Ja, je ziet wel een beetje alle. Vooral het nieuwe huis op Stelten daar in de verte zie je heel goed vanaf hier. Ja, wat is dat? Dat is van Sesomo volgens mij. Het huis op Waarom maar dan moeten mensen gewoon stelten? Lekker... Ja, dan moeten ze lekker zijn video kijken. Oké, vind ik een goeie. Kijk, welkom in het postkantoor. We hebben hier een kaart, zodat je mooi iedereen kan zien. Zodra iedereen een banner met een naam heeft, dan kan we ook iedereen op de kaart zetten. Natuurlijk, waar iedereen woont hier. Ah. Maar je bevindt je natuurlijk nu hier, in het postkantoor. Ja. En dan hebben we hier voor iedereen hebben we een prachtige locatie. En die van jou is natuurlijk hier. Dus als jij post zou versturen naar mij, kunnen we wel even laten zien. Kijk, dan zal natuurlijk de toeters en bellen afgaan dat jouw post binnen is. Dus dan zal ik het ook niet zo snel kunnen missen, weet je. Ik ben er heel goed in. Maar als je even wil testen hoe jouw route eruit ziet, ga maar zitten. Ik geef je een setje en dus kom maar terug en dan ben ik benieuwd naar je review, oké? Ja, is goed, oké. Veel plezier, doei! Dankjewel, Doei! Veel plezier ermee, Rick! Oh, dankjewel! Veel plezier! Goed jongens, Rick is op weg en dan wachten we even op hem. Hoi! Hey, Rick, wat vond je ervan? Ik vond het fantastisch. Je vond het fantastisch? Ja, het was echt leuk. Het was leuk. Kan je dit niet beter als 8-baan verkopen? Als 8-baan? Ja, je mag hem ook zelf gebruiken als je hier ooit heen wilt natuurlijk en zo. Maar ja, dan moet je wel je 10 diamonds eenmalig betalen. Ja, precies. Ja, maar oké, ik ga akkoord met die 10. Ja? Maar ik wil nog wel even op contract hebben dat jij niks steelt. Dat ik niks ga stelen. Nee, dat is prima. Ja. Zal ik het hier gewoon zeggen? Gewoon dat je filmt het en dan kan je het altijd tegen me gebruiken. Ja, is goed. Wacht even hoor. Ik zet even mijn camera neer. Ja. Even kijken hoor. Oké, de camera staat daar. We kijken nu naar de camera allebei, toch? Ja, hallo. Hey. Ik zal bij deze, zal ik het even... ik, eigenaar van postkantoor Walnut, zal hierbij plechten en zweren en beloven nooit iets te stelen uit Rick voor zijn post of nimmers iemand anders zijn post. Ik zal altijd trouw zijn aan justitie van post, walnutpost.nl. En op die manier ook altijd ervoor zorgen dat iedereen zijn pakketje binnenkrijgt. Schadeloos, op tijd, kosteloos. Zodra je 10 diamonds hebt betaald. Juist, oké. Okay. Akkoord. Goed? Akkoord? Ja, nee, hier ben ik tevreden. Ik pak mijn camera dan, weer even. Ja, is goed. Nee, hier, tevreden mee. Oké, nee, dan zou ik zeggen, neem de minecart maar... oh nee, die wil ik trouwens terug hebben, de minecart. Ik neem de minecart en ik stuur hem terug. Ja, stuur hem maar terug, inderdaad. Top. En dan komen daarna de 10 diamonds erachterna. Oké, helemaal top. Oké. Vriendelijk dank. Ja, ik zal jou een setje geven. Ja. Doei!
Doei. Goed, wachten we even af, want ik gok dat Rick waarschijnlijk 10 diamonds terug gaat sturen. En die wil ik wel gelijk claimen. Oh, ik was filmpjes aan het kijken op mijn mobiel, maar hij is binnengekomen. Hij is binnen. Hij is binnen, jongens. 10 diamonds. Ongelooflijk. En de minecart is terug. Dan kunnen we Rick officieel in het systeem zetten. Rick staat nu bekend onder het postkantoor van Wal. Net als de eerste klant. En dan moeten we hem ook 10 postzegels opsturen. Laten we dat gelijk even doen. Of 30 postzegels. Stoppen we met diamonds ook gelijk even veilig hier gewoon weer in de kist. Ineens hebben we weer 18 diamonds. Goed, we hebben 30 postzegels. Laten we dan even hier de kist bij Rick plaatsen. Dan gaat het alarm af natuurlijk. Dan plaatsen we hier de postzegels erin. En dan is het... Hoppakee, het eerste pakketje is verzonden. Ik vind het zo leuk, jongens. Ik ben basically gewoon PostNL hier, maar dan het Wandend Postkantoor. Dames en heren, ik denk dat we nog veel plezier gaan beleven met dit postkantoor. Ik ben er in ieder geval heel tevreden over. Huh? Ja! Bibbenpost van Florerini, jongens! Oh mijn god, zijn het... Het zijn 10 diamonds! We worden rijk! Wat een succes dit! Florerini 10 diamonds! Onze tweede klant. Mensen zijn direct al post terug aan het sturen gewoon. Oh, wacht even. Ik heb... Oh, nu moet ik... Nee. Ik moet even nieuwe postzegels regelen. Zo, 30 postzegels. Dan plaatsen we gelijk de minecart met kist plaatsen we terug. Postzegels erin. En dan boppakee, dan versturen wij de post. Stoppen we even de minecart weer terug hier. En dan gaan we met 10 diamonds even veilig... Weet je wat, jongens? Om het te vieren. Gewoon om het te vieren. Ga ik gewoon even nog wat gouden wortels kopen hier. Kijk, dan kopen we ook gewoon nog deze. En dan kopen we ook gewoon nog deze hier. Gewoon om het te vieren. Huh? Wat is... Hij is geretourneerd. Nee. Wat is er mis? Hij is geretourneerd. Nee. Oké. We sturen hem nog een keer. Ik hoop niet dat er iets mis was met het pakketje. We gaan even een verhaal halen. Mevrouw René. Wat was er mis met mijn pakketje? Waarom heb jij hem geretourneerd? Wat was er mis mee? Hoezo? Wat was er mis mee? Hij kwam aan en hij ging meteen weer. Je duwde hem zeker per ongeluk terug. Ik stond hier om op te wachten. En gelijk is ze achteruit. Ja. Ik denk, hé, een pakketje geretourneerd. Ik rende nog achteraan, maar ik was te snel. Ik was verdwenen in de duisternis. Nou, veel plezier met je postzegels. Dank je. Je mag hem verplaatsen naar waar je wilt, hè, je spoor. Dat doe ik later dan. Ja, oké. Okay. Je mag trouwens, je kan hem bewaren, je minecart en kist, maar je mag hem ook terugsturen. Dat is maar net wat je wilt. Ja. Bewaar hem maar lekker. Je mag hem houden. Van het huis. Als je bij jou is. Ja, gaat wel geel als hij bij mij is, ja. Goed, dames en heren. We hebben deze aflevering heel wat diamonds verdiend. We hebben in één keer bijna een halve stack diamonds. En dat betekent natuurlijk maar één ding. Dames en heren, ik presenteer jullie volledige diamond armor. Ik ben niet de rijkste van de server, maar ik kan wel heel trots zijn dat dit gewoon het postkantoor loont. Enig probleem is, als ik mijn helm nu opdoe, ik zie letterlijk helemaal niks. Hallo? Zijn jullie er nog? En ogen zijn is ook niet al te gemakkelijk, jongens. René! Ja? Ik zie niks. Help! Ik zie niks. Oh, waar is het voor je ogen? Ik doe die helm op. En ik denk... een smiley. Ik denk, ik zie niks. Leuk, hè, diamond armor. Dat heb ik gedaan met jouw diamonds. Het is gewoon allemaal besteed aan mezelf in plaats van geïnvesteerd. Goed, dames en heren, appels en peren. Vonden jullie dit nou net zo'n leuke video als ik? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je er nu even op klikken, dan snap je alles gewoon weer. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tot de volgende keer. Bye. Oh.